Maar mooi mensen. En welkom terug op Polo. Marcel. Waar wij zwintjes hebben. Nou, daar staan onze zwintjes. Hij zit lekker. Ja, ik heb wat foutjes gemaakt. Dat gebeurt wel vaker. Hè? Ik had een goede map waar ik op speelde. Alleen in de drukte en de hectiek heb ik een mapje verwijderd. Inclusief modsmapje. Maar ik had mijn eigen spel waar ik begonnen was nog staan. Dus dan ga ik daarop verder. Niet alle trekkers staan erin waar ik had. Ik had wat andere trekkers. Er staat wat meer rotzooi in. We hebben ook wat grotere fabriekjes zoals de Pickfood mixer en de TMR mixer. Deze heb ik nog nooit gebruikt, dus had ik er ook in gestaan. Er staat ook een vat. Oké. Is dat een vat? Oh. Oké. En we hebben een bult. En die bult is 71. Oeh. 71% aan het fermenteren. Kijk, dat is goed. Maar dat heb ik nodig. We hebben een heleboel dingen nodig. Hier op dit veld, we hebben een heleboel grasvelden. Naast hebben we grasvelden. Oh, ik kan beter even zo doen. Kijk, we hebben allemaal grasvelden hier. Gras, 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 gras. En dit veld hebben we dan als machine en nog wat velden. Dat veld wil ik eigenlijk ook doen. Alleen mijn financiën is niet helemaal tot aan dat ik zeg van ja. En nog 2000 is niet veel. Dit veld is 100% bemest. Ja, alleen er zit niks in. Dus dat is nog even een dingetje. We moeten ook nog een mestwagen kopen. Daar lopen de varkentjes. Kippetjes hebben we nog niet. Ja, dat was de stroom gebeuren. Kijk, hier hebben we dan de kippenhok. Maar er zit nog 0 in. De standaardmachine hebben we er nog in staan. We hebben een baler en een andere zaaimachine. En we hebben nog wat trekkertjes. De deuts hebben we erin staan. En de deuts hebben wij twee maal erin staan. Eén op hele smalle bandjes. Met onze voerwagen. Ja, daar kan aardig wat in. En met deze wagen brengen wij voer, hooi, stro en alles heen en weer. Nou zit ik we kunnen hem niet kopen. Hè? En hier hebben wij ook niks in. Volgens mij had ik hier. Nou, we hadden hier niks in zitten. Dit hebben wij bewust gedaan omdat wij daar niks in hadden zitten. Hier hebben we de maïs staan. Hier hebben we nog een stukje koolzaad. En natuurlijk de zonnebloemen. Ja, zijn er niet zo heel groot. En dan hebben wij. Ja. Dit stukje ook. Oh, sorry. Daar ging even wat fout. En hier hebben wij een zonnepaneel op staan. Ja. Uiteindelijk gaan we natuurlijk zorgen dat we grote trekkers krijgen en dat we deze ook kunnen kopen. Maar dat zijn we nog lang niet. We hebben hier ook nog baaltjes. Oh, nee, baaltjes eraf gevallen. Die kan ik wel oppakken. Oh. Ik kan die baltjes eigenlijk ook wel om naar beneden brengen. Hè? Ja, nou hier hebben we dan de koeien staan.
3 koeien. Ja, we hebben niet zoveel koeien. We hebben een beetje koeien. Een paar koeien. Ze zijn nog jong. Dus daar hebben we nog niet zoveel aan. Ja, voeren. We kunnen ze voeren. We hebben een landroller. Een graanwagen. En hier hebben we de ploeg staan. Ja, het is allemaal niet zo heel erg groot en heel erg spannend. Maar ik red me ermee. En daar ging het volgens mij om. De beestjes. De varkens hebben redelijk wat. Aardvruchten, ja, dat mag nog wel wat bij. Oh, die moet ook stro hebben. Oeh. Nou, de koeien hebben stro. Er zit ook nog niet zoveel in natuurlijk, want ze zitten nog in de puberteit. Ja, we hebben jonge koeien gekocht, dus kost niet zoveel, hè. Eens kijken. En gaan wij eens even kijken of wij hier nog wat stro in hebben zitten. Oh, wacht even. Dat kan ik natuurlijk ook anders gaan doen. Dan gaan wij even anders doen. Wij gaan gewoon deze kar meenemen. Ja, ik hoef me niet zorgen te maken over stro. We hebben stro op kar. Dat hebben wij nog overgehouden van een oost. Een oost, een van de oosten. Oh, 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 ik zit naar de kar te kijken en niet naar... oh, oh, nou ja. Even verder een rondje. Gewoon een rondje rijden. Ja, dit stukje gras hiernaast wil ik ook nog graag hebben. Maar ja, zoals we weten, kost geld. En dat is iets wat wij niet zoveel hebben. Nou, eens kijken. Ja, dat wil ook. Ja, dat is weer heel mooi. Oh, 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 oh. Ik wou... We doen het precies zelf. Ik kan hier kijken. Stro. Nou, dan kunnen ze nog een klein beetje hebben. Nou, goed kijken. Ja. En deze ook nog even. En die pakt hij niet meer op. Dus dat is goed. Ik kan ze ook wel gewoon hier in de schuur neerleggen. Als ik deze weer omhoog krijg. Bij de vorige had ik hier een kleine mengvoer staan. Maar daar heb ik een grote voor gekocht. En ja, ietsjes meer, ietsjes beter. Zo. Nou, ja, wat doen wij dan hier de hele tijd? Een beetje stro. Ik heb een... We hebben een skidsteer. En daar kan ik ook wel wat mee doen. Maar zo, ja, zoals dit is klein spul, hè. Dus allemaal nog even met de hand. Oh, hier gaat de verkeerde kant op. Oh, ik ga de verkeerde kant op. Ja, is niet zo makkelijk altijd, hoor. Hier. Ja, daar kom ik er niet meer bij.
Dus als we straks weer stro nodig hebben. En de varkens. Dan hebben we nog wat. Ja hoor. En natuurlijk hebben we nog zat. Hebben we nog zat stro. Oh, bulten. Grote bult. Eén bult. Bultje. Ja. Dus die gaan hiernaast staan, denk ik. Heel mooi. Nou, het is nog vroeg in de ochtend, dus we doen nog even rustig aan. Kijk, we hebben skitster, hebben we dan pelletvorken, hooivorken, een bak en een stenen bak. Ondanks dat ik de stenen niet aan heb staan nu nog. Ik kan de stenen nergens kwijt. Ja. Dus waarom zou ik de stenen eerst aanzetten? Ook omdat we nog geen geld hebben. Eigenlijk moet ik even wat gaan verkopen. Want als ik dus hierin ga kijken, hebben we wel wat tarwe. Een klein beetje gerst. We hebben nog een beetje soja. Nou, voor de rest nog niet meer. Dus we hebben wel wat. Dus ik zou er in principe nog wat kunnen gaan verkopen. En ik zal even kijken. Grote trekkers te koop. Ja. Kijk, we hebben 2000. Hè? Dus 2500. Dus dan zit je te kijken naar grote trekkers. Ja. Nou, die shop is voor mij de eerste dagen nog niks geweest hoor. Ik moet eigenlijk daar is het, dit is allemaal 100% toch, want dit hebben we bemest. Moeten we die nog even kijken? Dit is een klein stukje, het loopt aardig schuin. Dit is ook 100%. Oh, ik heb volgens mij mijn waar op de oosten, maar volgens mij had ik mijn dinges verkocht. Want dat was die hele grote. Dus, geen maaibalk. Nee, die heb ik verkocht. Ja, ik had deze. Ja, en als je die verkoopt, dan krijg je toch weer wat geld terug. Is wel 8 meter, hè? En die is ook wel leuk. 7 meter. Maar ik denk dat we voor 1,8 meter gaan. Nou, ja, dat wordt 25 pk. Oké. 1,4. Nee, 2,5, ja, daar hou ik helemaal niks over. Dan moet ik even kijken of hij een beetje gras kunnen gaan verkopen. Gras. Ja, dat is ook niks waard, hè? Is ook niks waard. Hey, eieren. Kijk, eieren moet ik eigenlijk hebben. Die zijn nog wel wat waard. Alleen, dan moeten we ook kippen kopen. En ja, dat hebben we nog steeds niet gedaan. En we hebben nog een drijfmesttank nodig. En we hebben nogal wat nodig hoor. Oh, kippen staan hier beneden. Hier, hallo. Kippetjes staan hier. Hier, daar. Wat kost mijn kippetjes eigenlijk? 6 euro.
Die zijn al 50. Kijk, als ik deze nou koop, die worden straks gewoon die. Die zijn maar 5 euro. Zes is groen gekocht. En 1 aan. Kijk, dat is alweer wat. Nou, die moeten dus voer hebben. Voer. Dat kan ik al even met deze doen. Ja, dit is eigenlijk de machine voor de zaaimachine en de roller. Wat hebben we hier nog meer achter? Alles eigenlijk. Ja, ik kwam er alleen achter dat hij niet heel sterk genoeg was. En dat ik niet precies de goede had gekocht. Even wees zorgen. Ja. Dus ja, in mijn snelheid had ik hem verkocht. Omdat hij niet goed was. Dacht ik van, ik koop mee een ander. En wat doen we vervolgens? We kopen precies dezelfde terug. Bijna precies dezelfde. Oh, ik kan hier ook al. Oké, kippetjes, eten. Nou, zijn de kippen ook weer blij. Dat is toch leuk. Oh, dat is alles. Oké. Nou. De kippen hebben vreten, dus die zijn ook weer blij. Ja, dan ga ik zo de zaaimachine er weer achter zetten. Hop, klepje open. Ja, mooi man, dat klepje. Hij gooit hem ook zo weer dicht, hoor. 1, 2, pof. Het valt er nog wel uit, maar hij gooit hem er zo weer uit. Ja. Nou, deze kan hier gewoon blijven staan, dacht ik. Die hebben we nou even niet meer nodig. Dan gaan wij de zaaimachine pakken. Bijna 90% vol, hè. Ik kan nog even aftanken. Of ik kan gewoon gaan zaden. Hij gebruikt niet zo heel veel zaden. Hij is net zo breed als die andere. Ietsjes lichter. Alleen ja, er zit meer zaden in. Dus dat is ook goed. Goed. Ik kan wel gaan zaaien. Maar wat gaan we zaaien? Dat is ook erg. Ja, die gaat zakken. Zonnebloemen, dat kan ik niet. Zorgen we nog wel. Maar daar hebben we nog wel wat voor. Gerst hebben we ook niet zoveel meer. Koolzaad hebben we gezaaid, toch? Ik heb hier toch koolzaad in? Ben ik nou gek of? Ja, daar. Kijk, daar hebben we koolzaad in zitten. Dus dat is al voor nu goed. Ja. Zullen we dat maar gewoon Gerst doen? Bladrammelaars kan er ook in. Ja, dat zou ook kunnen. Ik gooi dit erin. En ik vind het allemaal wel best. We zien het wel. Ja, en het nadeel is, er zit geen GPS op. Dus we moeten wel alles met de hand doen. Dus goed opletten waar je rijdt. Ja, ik weet dat ik een beetje eroverheen kom. Maar ik raak in elk geval alle randjes goed.
Dus de randjes van het veld zijn allemaal goed bezaaid. Wat er overheen komt, nou ja, als er wat op komt, ik denk het niet. Dat zou dan niet verkeerd zijn. Dan kunnen we wat extra oosten. Doen we niet. Hebben we niet, krijgen we niet. Willen we niet. Maar dit willen we wel. Nou, kijk eens. Ook hier even zorgen dat we goed op het rand zitten. En natuurlijk onze zonnebril hier. Hè? Ja, dat is de grote, die van Eik. Dus die brengt wel wat op. We hebben al in die fabriekje staan, dus de productie. Ja, dat heeft mij een hele hoop geld gekost morgen. Is niet anders. Is zo. Goed, ik ga het veldje proberen af te maken. Door wat ik kan zien. Ja, dit is beter weer. Oh. Trok hem omhoog. Ja. Hij gaat aardig hard. Dus ik ben zo klaar met het veld. En wat wij hierna gaan doen, ik zou het niet weten. Ik hoop in elk geval dat jullie het tuimpje gaan doen, want dat vindt YouTube heel erg leuk. Ik hoop ook dat je gaat abonneren. Vindt YouTube ook heel erg leuk. Ik ook. Dat kan ik niet zien, hè. Voor de rest zou ik zeggen, mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk allemaal tot de volgende keer. Ja, ik zou heel blij zijn. Het zou leuk zijn. Ja. En hopelijk ga ik dan niet weer een klein foutje doen. Alles weggooien, hè? Dom. Heel dom. Maar goed. Mensen, bedankt voor het kijken. En allemaal tot de volgende keer. Mooi, mooi.